Wat zou het mooi zijn als we alle namen kunnen benoemen en deze mensen levend kunnen houden. Politici, BN'ers, influencers, die horen we echt al genoeg. Dit is jouw moment, want West geeft jou spreektijd. Op deze plek in Zoeterwoude hangen 2000 foto's. Gezichten van mensen die leefden ter tijde van de Tweede Wereldoorlog. Helaas weten we niet van alle foto's de namen. Misschien staat uw vader of overgrootoma wel op de foto. En daar willen wij achter komen. In 1941 kreeg de lokale fotograaf Jan van Bemmelen vanuit de bezetter de opdracht om foto's te maken voor persoonsbewijzen. Die foto's zijn nu te zien in deze tentoonstelling. En ik hoop dat we alle namen terugvinden. Op die manier blijven deze mensen en namen in leven. De jaren 1940-1945 zijn een belangrijk deel van onze geschiedenis. Wat zou het mooi zijn als we alle namen kunnen benoemen en deze mensen levend kunnen houden. Mijn ouders zijn van de oorlog en leven allebei niet meer. Laatst kwam ik in een oude kist de identiteitskaart van mijn moeder tegen. Ik vond dat een enorm bijzondere vondst. Een stukje terug van mijn moeder. Ik hoop dat we met deze tentoonstelling sommige familieleden weer bij elkaar kunnen brengen. En daarnaast hoop ik dat we allemaal de Tweede Wereldoorlog blijven herinneren en herdenken. Ook de jeugd. De tentoonstelling is nog 2 weekenden in Zoeterwoude-dorp. Helpt u ons mee om de juiste familieleden te vinden? Alvast bedankt. Mies.